De Nederlandse suikerfabrieken draaien weer op volle toeren om de geweldige hoeveelheden bieten te verwerken die in deze weken over het water en over het land aangevoerd worden door de Nederlandse bietenboeren, die in de letterlijke zin handen tekort komen om de oogst van hun veelal uitgestrekte akkers binnen te halen. Gebrek aan mankracht veroorzaakte ook in deze sector van de landbouw een aanzienlijke achteruitgang van de productie. Mechanisatie kan hier de oplossing brengen. Om deze te bevorderen werd in IJzendijke in Zeeuws-Vlaanderen een landelijke demonstratie gehouden met werktuigen voor de bietenoogst. Er was onder andere deze volautomatische Franse machine te zien die de bieten rooit, kopt, reinigt en in een bunker verzamelt. Een Duitse rooier verricht zijn werk nog grondiger, want hij verzamelt ook het loof dat in een aparte bak terechtkomt. Even ingenieus is deze machine, die zijn laag bij de grondse activiteiten ook aan het menselijk oog onttrekt, maar bijzonder goede resultaten afwerpt. Bieten en loof worden ook hier gescheiden afgeleverd. Volgens deskundigen bewees deze demonstratie opnieuw dat mechanisatie een eerste vereiste is, wil men de suikerbietenteelt als rendabel middel van bestaan behouden.